Welkom bij de allereerste WK-praat. En gisteren was het echt bijzonder. Want jullie weten vast dat Nederland won van Spanje met 5-1. 5-1. 5-1. Heeft Nederland gewonnen van Spanje. Echt heel legendarisch. De eerste kans was van Wesley Sneijder. Die loopt helemaal door. En toen kon hij hem erin tikken. Maar toen was dat wel een matig schot. Toen kon Casillas hem gewoon houden. En toen ging het mis. Want Diego Costa was aan de bal. Stefan de Vrij, die wou een soort van sliding maken. Maar die ging mis. En Diego Costa, die stapte op de voet, nee, op de been van Stefan de Vrij, die uitgleed. Dus toen gleed Diego Costa ook uit. En toen was het een penalty voor hun. En toen schoot hij hem erin. Maar stilstand hem bijna, dat zeg ik wel. Dat vond ik heel erg stom. Maar toen iets van de 44ste minuut. Was er een lange bal van Persie. Van Persie rent. En hij deed als een... Hij sprong. Boom! En toen deed hij als een Superman of zo. Wee! En toen hij kopte de bal zo over Casillas heen. Echt supermooie goal. En toen was het rust. En toen was er weer een lange bal op Robben. Robben die kapt zo naar binnen. En zet twee verdedigers op het verkeerde been. En dan schiet hij eigenlijk door het midden. Maar Casillas dacht, oh, ik ga naar de hoek, want daar zou hij wel schieten. Maar nee, hij schiet door het midden en hij scoort. Toen stonden we 2-1 voor. Serieus, ik ging naar buiten en ik ging helemaal juichen. Ik ben een heel klein beetje schor. En en daarna, volgens mij niet zo lang daarna, was Van Persie. En die schoot fucking hard op de lat. Dat was wel jammer. Maar ja, goede kans. En toen was echt een hele grappige. Want we kregen een vrije trap. Van best wel ver weg. Sneijder ging het nemen. En hoe heet het? Die schoot een beetje in het doel. Eigenlijk in het doel. Maar toen, kijk, zeg maar aan de tweede paal. Maar daar stond Stefan de Vrij. En die knuffelde een beetje de paal zo. En toen ging hij een beetje tegen hem aan. En toen, pof, zat hij erin. Dus toen was het 3-1. Toen dachten we, dit moeten we niet uit de handen geven. Was zo goed. En toen was het zo grappig, want Casillas maakte zo'n grote fout. Kijk, Casillas had de bal en Van Persie zet druk. Hij pakt de bal af en hij slide zo die bal zo. En toen ging hij in het goal. Yes! 4-1 was het. En toen was het ook nog een hele mooie goal van Robben. Hij had maar één keer gescoord en Van Persie twee keer. Toen dacht hij, ik wil ook wel nog een keer scoren. En dat doet hij dan ook. Dan volgens mij weer een lange bal. Nee, geen lange bal. Hij had de bal. Volgens mij. En hij redt helemaal naar voren. En hij is gewoon sneller dan de verdedigers van Spanje. Hij rent helemaal naar voren. En toen Casillas wou hem pakken of zo. Maar toen kapte hij zo terug. En toen schoot hij. En toen eventjes wachten. En toen paf, schoot hij vol in de kruising. Dat was dus
Ja, dat waren dus de doelpunten. Ik vond het echt een hele. Ja, Nederland speelde supergoed. Vond ik zelf. En ja, wat vond jij eigenlijk van Nederland? Laat het weten in de reacties. En laat ook weten wat je van de WK-praat vindt, want dit is de eerste keer. En ja, of het wel leuk is en zo. Maar ik zie jullie de volgende keer, want ik stop nu, want het is al echt best wel lang bezig. Tot de volgende keer met een nieuwe WK-praat.